De gemeenten in Rivierenland gaan vanaf november 2016 werken aan de zogenaamde beschermingstafel. Dit is een overleg waarvoor ouders en hun kind vanaf 12 jaar altijd uitgenodigd worden op het moment dat het met het gezin niet goed gaat en de ouders een kind of kinderen onvoldoende veiligheid kunnen bieden. Tijdens het overleg bespreken de aanmelder, bijvoorbeeld iemand van het gebiedsteam, samen met de Raad van de Kinderbescherming en de ouders hoe ze de hulp aan de ouders op gang kunnen brengen. De gemeenten verdelen de kosten op basis van inwonersaantallen.